Welkom bij Dit is de Ridderkerk. Met deze keer de onderwerpen kranslegging aan de Donkselaan, de draaier rond de kraai, Nationale Molendag en de installatie van nieuwe burgemeester Marco Oosterwijk. Op dinsdag 9 mei werd er aan de Donkselaan een krans gelegd ter herdenking van de slachtoffers die er kort na de oorlog nog vielen. Het oorlogsmonument is geadopteerd door groep 8 van de basisschool De Driemaster. Bij de herdenking waren ook aanwezig het jeugdorkest van de Harmonie Slikkeveer en burgemeester Annie Attema. Hartelijk welkom op deze natte middag. Wat fijn dat jullie ondanks de regen toch de weg hier naartoe hebben gevonden. Tirza, jij mag beginnen. Ik kom bij je staan. We staan hier bij de Donkselaan waar we iedere keer in mei heen gaan. We herdenken wat hier is gebeurd. Dit verhaal wordt erg betreurd. Als school hebben wij een monument geadopteerd. Dat betekent dat wij elk jaar zorgen dat er een herdenking plaatsvindt bij het monument. Op de Driemaster verzorgt groep 8 ieder jaar het programma. Op ons monument is te vinden in het Donkselaantje in Ridderkerk. Het is er neergezet omdat op 8 mei 1945, 3 dagen na de bevrijding, daar mensen zonder reden zijn doodgeschoten. We herdenken. Antonie Arts, 20 jaar oud. H. van den Berg, 24 jaar oud. C. Berger, 42 jaar oud. H. Groeneweg, 37 jaar oud. R. de Groot, 42 jaar oud. W. L. de Groot, 20 jaar oud. D. Hobbel, 22 jaar oud. En L. Stolk, 42 jaar oud. Op donderdag 11 mei nam burgemeester Annie Attema afscheid als burgemeester van Ridderkerk. Overdag was er een formeel afscheid in de raadzaal en 's avonds konden alle Ridderkerkers afscheid nemen in het gemeentehuis. Er was muziek van Harpe Davids en presentator Guus Bok die praatte alles aan elkaar. Ik open deze vergadering. Voelt wel een beetje alsof je eigen beul bent geworden op deze manier, hè? En altijd een collega die op zoek is naar consensus. Hoe kunnen wij met elkaar ergens de schouders onderzetten? En ik zou het ook waarderen als nog de samenleving gebruik zou kunnen blijven maken van jouw ervaring op enige wijze de komende jaren. Doe dat voor ons, doe dat voor jou. Blijf onder ons, blijven we bij jou betrokken. Tot ziens. Je hebt een grote bijdrage aan de veiligheidsregio geleverd en ze zien je eigenlijk bij die regio met leden ogen vertrekken als portefeuillehouder brandweer. Nou, je weet wat ik nu ga geven, het doet me heel veel genoeg hier te kunnen overhandigen. De erepenning van de veiligheidsregio als dank voor alle bewezen diensten die je aan de veiligheidsregio hebt betekend. Er zit een mooie oorkon erbij en natuurlijk zit er ook een kleine attentie van Schiedam bij. Een van de eerste lessen die jij mij hebt geleerd toen ik 5 jaar geleden aantrad als wethouder was, klap niet uit het college. Wat in het college gezegd wordt, blijft in het college. Ik moet je helaas melden dat ik de komende 10 minuten geen actieve herinnering meer aan die les zal hebben. Hoe moest dat nu? Denk van ons in het college. Maar zo professioneel als je bent, kwam je op mij af om mij te feliciteren met de overwinning en je zei, we gaan er wat moois van maken.
Speech om vanmiddag nog eens op te zoeken. Alles is te vinden online op de website en doe dat vooral. Trots en dankbaar. Zo is er een einde gekomen aan dit prachtige ambt als burgemeester van Ridderkerk. 12,5 jaar heb ik dit ambt met hart en ziel bekleed. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Heel veel dank. Op deze avond is er een om nooit te vergeten. Heel veel dank aan iedereen die hier aan heeft meegemaakt. Nou, doei, ik ga het. Een mooi afscheid van burgemeester Attema. Het Resortse Wielencomité organiseerde zaterdag 13 mei de 25e editie van de Draai rond de Kraai, met start en finish aan de Vlasstraat. Het mooie weer trok veel belangstellenden naar Resort. Voorafgaande aan de wielerwedstrijd werd de kraaienloop georganiseerd en daar deden ruim 450 lopers aan mee. Het wielerevenement in Resort werd voor het laatst verreden in 2019. Dit jaar waren er 3 wielerwedstrijden, namelijk de sportklasse voor heren die een overwinning opleverde voor Jorre van der Bij. De wedstrijd bij de dames werd een overwinning voor Tessa Dijksman, die op de meet haar directe tegenstander te snel af was. Het klapstuk van de dag was de wedstrijd voor elite amateurs. Niels Immerzeel won de sprint van de kopgroep van 4 renners en dus de titel. Eigenlijk bestaat de kersenboom inmiddels alweer 201 jaar. Maar kon vorig jaar, het mooie jubileumjaar, 200 jaar, niet gevierd worden. Toen waren de wieken nog in reparatie en mocht de molen niet draaien. Dit jaar kon dat wel. Op Nationale Molendag werd dat feit aangegrepen om meteen een open huis te organiseren voor de geïnteresseerde ridderkerkers. Iedereen mocht een kijkje komen nemen in de molen. Uiteraard werden er ook lokale producten verkocht en waren er verschillende activiteiten voor de jeugd rondom de molen. In Resort was afgelopen zaterdag veel meer te doen dan de wielerronde en de open molendag. Het was prachtig weer en dat betekende een drukte op het water. In de naast de kersenboom gelegen bezoekerscentrum De IJsvogel was een expositie met molens te zien. In de hervormde kerk Resort had de commissie Samen over de Brug een fancy fair georganiseerd. De opbrengst hiervan ging naar de huiskamer van Ridderkerk. Afgelopen maandag kreeg Ridderkerk een nieuwe burgemeester. Marco Oosterwijk werd door commissaris van de Koning Jaap Smit beëdigd tot nieuwe burgemeester van Ridderkerk. Ik open deze vergadering. Het is een hele bijzondere vergadering waarin onze nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd en beëdigd. Ik mag de griffier uitnodigen om van achter het spreekgestoelte. Het koninklijk besluit betreffende de benoeming van C.A. Oosterwijk tot burgemeester van Ridderkerk voor te lezen. Griffier. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met ingang van 15 mei 2023 te benoemen tot burgemeester der gemeente Ridderkerk, de heer C.A. Oosterwijk. Dank u wel, ik sluit de vergadering. Na afloop van deze vergadering bezochten zo'n 250 inwoners van Ridderkerk de welkomstreceptie van onze nieuwe burgemeester. Sportieve Ridderkerkers kunnen ook dit jaar de wandelschoenen weer uit de kast halen. Want vanaf maandag 22 maart, mei tot en met donderdag 25 mei is het tijd voor een nieuwe editie van de avond Wandelvierdaagse. Het gekozen thema dit jaar is feest.
Dit jaar viert de avondvierdaagse namelijk dat ze 75 jaar voor het eerst werd gehouden. De start voor de avondvierdaagse is dagelijks om 6:30. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt gestart vanaf het Rijenpark en op donderdag vanaf de parkeerplaats bij Albert Heijn in het centrum van Ridderkerk. Donderdagavond tijdens de slotavond in het centrum is iedereen welkom om de wandelaars op een feestelijke manier binnen te halen, zoals in de afgelopen jaren een mooie traditie is geworden. En wellicht zien we dan burgemeester Michael Oosterwijk daar ook bij. De voorspelling is dat de lopers het droog gaan houden en de temperatuur rond de 20 graden zal zijn. Tot zover, dit is Ridderkerk. Tot de volgende keer.